Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Voordat deze video begint... Kijk, bijna 120.000. Abonneer zeker eventjes als je dat nog niet hebt gedaan. Reageer met zo'n reactie en dan krijg je zo'n hartje. En voor de rest, ja, veel plezier met kijken. We worden opgelicht deze video. Doei! Ik heb nieuwe focus drink. Ja. Kijk, Skinhead. Dat is flats. Gaan we met elkaar klappen. Ja, we klappen hem. Kale Bad. Hallo. Ik heb een rolstoel. Wat doe je? Jij hebt helemaal geen rolstoel. Oh! Ja. Zie je? Kijk hoe ik loop. Ik zit vast. Nou, dat loopt voor nu zo. Je bent gedoemd om zo te lopen. Je loopt voor de rest van je leven zo. Kijk hoe ik loop. We hebben 5000 euro zwart geld. Hey, wat is dit? Inbreken? Oh mijn god. Oh. We moeten een lockpick halen, dan kunnen we inbreken. Kijken. Ja, ik ben AMB. Nee, ik heb ambu nodig. Oh, ambu. Dat, ja. Dat ben ik ook. Jij bent wel veel dingen, zeg. Willen jullie mijn auto lenen, of niet? Ja, hoor. Ja, prima. Geen probleem, hè. Dankjewel, meneer. Deze is gestolen, hè? Dat kan niet anders. Ja, deze is sowieso gestolen. Nee, deze is niet gestolen, kijk. Oh. Jawel, hij is gestolen. Oké, okay, waar kunnen we lockpicks kopen? Moet even vragen aan iemand. Bij de winkel. Oh, bij winkel standaard? Winkel. Ja. En anders moeten we naar een bouwmarkt of zo gaan. Oeh, dat was close. Kunnen we ze hier kopen? Nee. Eierbal en een gehaktbal. Eierbal, ja, godverdomme. Ja. Besef, blijf hier staan. We zijn maar gewoon zo aankomen. Hey meneer, mag ik een koude gehaktbal alsjeblieft? Koude gehaktbal? Oh, omdat ze hier gewoon verkocht worden zo. Ja. Ah, inderdaad, godverdomme. Een flatsie zo op je handen. Jongen. Hier, kijk eens bij deze winkel verkopen. Als je even kijkt. Ook zoals stroomboer, stroopwafel, portofoon. Nee. Had ze flats. En die is nog beter ook. Ik volg jou. Okay, we hebben twee auto's. We hebben nu een Corvette en een Jeep. Zo. Zo. Anders rij je even alles aan. Anders rij je even een lantaarnpaal. Okay, we gaan even vragen waar we paperclips kunnen kopen. Lockpicks. Waar kun je die halen? Ja, volg me bij mij. Hier vertrouw ik niks van. Oké, we moeten hem volgen. Oké, waar zijn we? Hier konden we ze net niet halen, meneer. Ik heb het gisteren nog gehaald hier. Ik zal even dubbel checken. Nope. Hij heeft tegen ons gelogen, Hans. Nee. Hij komt even voorbij gescheurd. Oh, dit gaat ook gewoon echt heel hard. Hans! Het kan niet. Dit kan echt niet. Gast, mijn auto is stuk. Ja, ik ging volgen. Ik ging veel staan. Ik kon niet meer remmen. Ik vlog over je heen. Gast, we gingen echt veel start. We gingen echt veel start. Mijn auto is gewoon nog scherp. Oh. Tip top. Ik ging ook echt veel start. Ik kon gewoon niet meer remmen. Ik zag je vliegen. En ik vlog echt gewoon dwars over je heen. Ik kon gewoon niet meer remmen. Oh, ik ging helemaal stuk dat ik je zag vliegen. ik kon ook niet meer remmen. En ik denk, ik zag jou gaan. Dat was voor mij zeg maar het teken op de noodrem te stappen. Dat ik jou zag vliegen. Oh, maar volgens... Ja, ik vloog gewoon echt twee keer zwart achteraan. Nou, tot zover de Corvette. Ja. Kookstel, water. Nee, wederom kan je hier geen lockpick kopen. Kookstel, repair kit, zaklamp, gehaktbal. Frikandel broodje. Nee, maar wel weer een koude gehaktbal. Waarom zou ik zoiets verkopen? Ja, maar oprecht gewoon, alsof je gewoon... Hier is een gehaktbal. Oh, nee. Nee. Oh, je ging echt over die paaltjes. Als je één zo'n paaltje raakt, vlieg je alle kanten gelijk op. Ja, hè? Klopt. We gaan wel iemand zoeken. Ga naar dichtstbijzijnde garage. Bij Roy garage, zeg maar. Daar zijn sowieso mensen. Hé, die poetsen zijn poperduur. Ja, I know. Nee, van min 8 kijk, hier zijn heel veel mensen. Hey jongens. Ja meneer. Mogen we jullie wat vragen? Ja. Vragen mag altijd, of ik een antwoord heb is punt 2. Ja, nee, oké. Weet jullie waar we lockpicks kunnen halen? Want we hebben elke winkel gecheckt in de stad. Maar... Ja, in de winkel kan je ze niet kopen, maar ik heb ze wel te koop voor je. Hoeveel? Ik heb er zo uit mijn hoofd heb ik er 3 liggen. Voor jou maken we een mooi vriendenprijs. Wat is een vriendenprijsje? Normaal gaan ze voor 15k. Ik doe het nu de helft. 15k? Ja. En hoe weet ik dat je me niet oplicht? Omdat ik niet mag scammen boven de 5000 euro. Oké. Dan zou jij 7,5 zeggen. Ja. Oké, vind ik prima. Dan moet ik wel eerst naar Moet ik wel eens naar Sandy rijden. Dat is prima, waar rijden we achter je aan? Zullen we gewoon met 10 minuutjes Sandy garage doen? Prima, ja? Zit je daar. Zien we daar zo. Ik wil er 2, ja. Hè? Dat is mogelijk, ja, toch? Oké, zie je daar. Sandy garage. Ja, jij moet wel betalen. Ja, dat komt goed. Heb ik genoeg? Ik ga even kijken of ik genoeg heb. 25.000, dat red ik. Ik hoef maar 15k te hebben. Dat is een investering, Hans. We hebben een dealtje met de guy. Oh, weet je dat het altijd fout gaat op deze wegen? Oh, die lantaarn. Oh, die lantaarnpaal. Of lantaarn die. Hans, flats! Gast, je had het stoplicht zo af kunnen. Oh! Die was hem recht clean. Hans, flats! Hoppatee!
Yes! We hebben deeltje met de guy voor 2 lockpicks waarmee we kunnen inbreken in huizen. Ja, ik ben echt, echt tandtoegoed. Hou je mond, jongen. Ik moet procureur worden, man. Ik geef je 5 roleplay. Hou je mond. Hier, dit, ja, lekker voor je. Nu gaat de foto. Nee, dit was de bedoeling. Ik hoop het echt heel erg dat we doorvlogen. Nou, ik moet mezelf... Ik moet gewoon mezelf gaan verhuren, man. Je lichaam. Je lichaam verhuren. Nee. Nee. Kijk, iedereen hier stoken. Kijk. Wat? Kijk al die rookpluimen. Gast. Oh, daar. Wat is dat? Ja, dat is mef. Die maakt mef op het moment. Ja. Die staan gewoon in het open, pik. Hier, er zit een kale bad in. Hey, Skinhead. Die zijn gewoon mef aan het stoken hier. Yo, fuck aan info. Hey. Goede meneer. Wat zijn jullie aan het doen hier? Wat bedoel je? Ja, wat zijn jullie aan het doen hier? Ik ga even chillen met mijn oude mefstokers. Ik ruik wat lucht, man. Ja, man. Feestje hier. Hij zat daarachter. Kijk, dit hier liggen dan. Oh! Ik schrik me kapot, er ontploft iets. Ja, dat kan zo'n camper zijn. Die kan ontploffen. Morgen. Goedemorgen. Hallo. Hoe duur zijn die campers? Tweedehands, 70k. Die Jeep Track Hawk is ook duur, toch? Ja, maar die is gestolen. Die is gestolen. Kun je niet inbreken een beetje goed? Ik zit met mensen in een Discord call, dus ik hoor je echt niet doen. Oké, ik ga wel even hier naar voren. Ik zit met mensen in Discord call. Dus ik hoor je niet. Hé, wat is die wakkie daar? Oh. Ik zag hem niet eens, oprecht. Zag je hem wel op de motorkap? Ja, en ik hoorde hem ook op de motorkap. Maar jij zag hem goed en jij rijdt hem aan. Ja, hij liep langs de weg, dus dan mag je hem aanrijden. Oh ja. Ja. Hier zouden we met die guy afspreken. Oh ja, dus rij je gewoon even. Oh ja. Hartstikke glad. Penis, zei hij dat nou? Ja, dat dacht ik ook. Weer in het gele pak. Ja? We zijn er, kom volg. Dit is hem. Hey! Oké, ja, ik heb 2 lockpickjes voor jou. Dat wordt in totaal 50 euro. Gaf, ik heb hier net geld. 15, hè? Kan ik dat pinnen of moet ik dat cash hebben? Maakt niet uit, wat jij liever hebt. Ja, ik moet even kijken hoe ik dat overmaak. Komt-ie. Hier! Oh, yes, ik heb hem. Jouw nummertje 718, correct? Meneer. Ja, geef maar een M. Dat is Edo. 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 Oh ja. Edo. Meneer Edo. Edo, mag fijne dag, heren. Dankjewel voor de deal. Edo, mag ik niet op de foto? Hou je mond. We hebben 2 lockpicks, toch nu? Ja. Nee, dat kan niet maken. Die band! Die band! Zo. Je zag hem ook ineens gewoon, hè? Hij plopt echt van links naar rechts. Ja, oké, laten we nu even inbreken. Moet het nacht zijn, zeker? Oh, voorzichtig. Oh. Oh nee, oh gast. Ik moet mezelf Ja, hij is helemaal kapot nu. Deze rijdt echt niet meer. Deze rijdt gewoon niet meer. Jongen, wat heb je gedaan? Nu hebben we geen auto meer. Oh mijn god. Hey, we kunnen ook zo'n auto nakken bij die metstokers. Daar, kijk. Ja, kijk. Inbreken? Geef hem mij lockpick. Oh shit. Lekker bezig, Hans. We gaan inbreken. Wacht even. Hans? Ja? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Ze zijn allemaal weg. Ze zijn weg? Ja. Hoezo zijn ze weg? Wat is er mee gebeurd? Ik weet het niet. Waar zijn ze? Ik klik gewoon op één hier om in te breken. En ze zijn allebei weg in één keer. Zijn ze gebroken? Er stond gewoon min 1 lopping. Nee. Zijn ze, hebben we nou 15.000 euro verspeeld? Zijn we letterlijk gescampt? Ja. Wat een onzin, jongen. Echt. Kom, we gaan. Echt. Vreselijk. Dan gaan we ook gewoon iemand zijn auto stelen en dan zoeken ze het maar uit. Gaan we op andere manier geld. 15.000 euro, hè? Sowieso kunnen we iets of iemand zijn auto scoopen hier. Kijk, die camper is opgeblazen. Ja, deze ga ik neerslaan. Hij gaat je pakken, Hans. Hey. Lekker voor je, Hans. Ja, Hans die is aan het vechten met een NPC. En ik zoek dan nog even een ander voertuig waarmee we kunnen rijden. Kijk, hier staan campers. Ja! Deze kan ik scoopen. Deze kan ik scoopen. Huts! Stap in, Hans! We kunnen zelfs metstoken als we willen. Laten we hier rechts van de berg in, Janke. Laten we gewoon één keer metstoken. Gewoon even metstoken? Ja, gewoon hier naar boven rijden. Dat is plaats. Oké. Hij is stuk. Hey, die guy is er nog steeds. Ja. Hij is nog steeds met op je. Maar ik kan hem ook gewoon niet kapot slaan! Zo, er rijdt hier een M1-team of zo. Echt zo'n mega grote spatbus gereden. Ik ben een insurgent. Ja, waar ben je? BP Tankstation. Oh ja, ik zie het. Goeie. Oh, daar is nog een insurgent daar. Zie je hem? Nee, maar die kunnen we beter. Hier, wacht, deze ga ik even door zijn kop schieten.
Volgens mij. Oh, ik moet zeggen, waarom gaat hij niet dood? Hadse flats. Hadse flats. Hadse flats. Hij zegt zo, Hadse flats. Huh? Disconnected? Wat? Je bent verbannen? RDM! Wat? Dat is toch de hele bedoeling van deze server? Of niet? Ik ben een admin verbannen. RDM. Hey, we hebben heel snel content opgenomen. Ja, maar nu ben ik verbannen voor RDM. Maar dat is toch de hele bedoeling van een... Of heb ik dat helemaal verkeerd geïnterpreteerd? Nou, dat is ook gewoon zo. Ja, je mag niet mensen gelijk in één keer doodschieten. Nu moet je eerst roleplayen. Ja, je moet eerst... Oh, hele kleine roleplay zoals je hier gewoon. Nee.